Dit als notaris zijn jullie ook betrokken bij zeg maar het voorkomen van misbruik van ouderen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het is een project met de gemeente en een aantal sociale instellingen die in de gaten houden hoe het gaat met de ouderen en de misbruik die daarbij plaatsvindt. Dat zijn met name misbruik, moet je aan denken aan financiële misbruik, aan mensen die onder druk worden gezet, alleen zijn en geholpen worden door anderen en uiteindelijk in een situatie terechtkomen dat zij misbruikt worden financieel. Ja. En daar zijn de gemeente is daar actief in en dat project, die projectgroep zorgt ervoor dat er met hulp van ons als notariskantoor geregeld wordt dat mensen daar en banken gesteund worden. En hoe doe je dat dan? Want kijk maar, als je zeg maar 90 bent dan en je kent mensen niet en een notaris is sowieso al meneer de notaris. Ja. Hoe vlieg je dat aan? Nou ja, we hebben een protocol. Als je moet je voorstellen, komt bij de notaris een vrouw binnen, geflankeerd door de neef die het woord doet. Ja. En dan probeer je aan te geven dat je ook mevrouw wil laten praten en die komt er niet tussen. Dan probeer je de neef op de gang te zetten om te kijken of mevrouw ook haar eigen wil nog kan verklaren. Mm-hmm. En dan vraag je of ze zelfstandig is, of ze nog zelf de boodschappen doet, de financiën doet. En als dan blijkt dat de neef alles doet, pint en de bankrekening beheert en een volmacht wil hebben zodat hij alles kan gaan doen, dan moet je extra waakzaam zijn of dat ook inderdaad ervoor zorgt dat die mevrouw niet geplukt wordt. Maar hoe doe je dat dan? Want ja, de neef, het kan ook de zoon zijn, een van de kinderen. We hebben een keer meegemaakt dat er een mevrouw kwam met een neef en die moest een testament maken. Hebben de neef in de gang gezet en tegen die mevrouw gezegd van, jongens, wil je dat wel? Nou, zegt ze, dat wil ik helemaal niet. Ze, nou ja, dan passeren we dat testament ook niet. Nee, zegt ze, maar hij wil wel het testament zien wat ik gemaakt heb. Dus ik moet wel met een testament naar buiten komen. Nou, dat weten we goed gemaakt. We maken een testament. U noemt uw neef maar tot erfgenaam. En daarna roept u maar weer. Ja. Nou, dus mevrouw zegt, nou, kan dat? Ik zeg, ja, natuurlijk kan dat. Ja. En dan hou je in ieder geval in de gaten en contact met die mevrouw. Mm-hmm. En wat gaat er gebeuren? Zorg ervoor dat je geen volmacht aan hem geeft. Dat hij over jouw vermogen, inkomen en bankrekeningen kan beschikken. Zijn daar protocollen voor? Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk geen psycholoog of nee, arts die dat exact kunnen bekijken. Maar je hebt natuurlijk wel kenmerken als iemand niet meer weet waar die is. Of wat voor seizoen het is, wat voor dag het is, hoeveel kinderen die heeft. Mensen kunnen ontzettend goed toneel spelen, dat dan weer wel. Maar we gaan ook bij de mensen naar huis op bezoek. Hè, een betere omgeving om met de mensen die dan zich in een goede omgeving thuis voelen en zich het beste kunnen uiten om te kijken of de wil ook daadwerkelijk op die manier duidelijk gemaakt kan worden. Dus alle waarborgen moeten omkleed worden. En dan en als je twijfelt, dan hebben we daar methodes voor. Dan wordt er een arts ingeschakeld die kan verklaren of iemand inderdaad ook wel over haar of zijn vermogen kan beschikken. Nou is het natuurlijk de goede niet te nagesproken. Want je hebt natuurlijk ook situaties waarin het echt nodig is dat er financieel beleid gevoerd wordt door een derde. Door een neef of een kind. Laat ik zo zeggen, in het meeste geval is dat zo gelukkig. Want er wordt heel veel hulp verleend. Maar toch moet je uitkijken met wat er gebeurt. En daar zijn wij een voorportaal voor. Om te voorkomen dat misgaat. En is dat bij alle notariskantoren? Ja, als het goed is, zal elke notaris hetzelfde protocol handhaven. Nou, interessant. Wij gaan luisteren naar Old Crow Medicine Show met een heel mooie videootje. Hier komt Wagon Wheel.